Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Online met Juf Carlijn. Heel goed. Hey, zoals je ziet heb ik hier twee vriendjes meegenomen. Het zijn buurman en buurman. Nou is deze buurman alleen zijn jasje kwijtgeraakt. Ja, je gelooft het of niet, maar het is natuurlijk best wel een beetje koud. Maar ja, thuis had ik eigenlijk niet echt heel snel weer een rood jasje, maar wat ik wel gevonden had, was dit. Denken jullie dat buurman dit jasje ook aan kan, dit shirtje? Staat best leuk, toch? Is een keer wat anders bij buurman. Want eigenlijk is dit, welke kleur heeft deze buurman, welke shirt heeft deze buurman altijd aan? Heel goed, het rode shirt. Kijk, nou dit staat echt vet stoer. Hey, vandaag gaan we namelijk met buurman en buurman aan de slag. We gaan het namelijk hebben over de buurgetallen. Achter mij zie je al de getallenlijn van 1 tot 20. En vandaag gaan we het hebben over buurgetallen. Maar wat zijn nou eigenlijk buurgetallen? Buurgetallen kan je eigenlijk stiekem ook denken aan buurmangetallen. Want buurman en buurman hebben één ding. Ja, dat hebben ze zeg maar, want ze wonen in een huis. Ze wonen allebei in een huis. Maar wonen ze tegenover elkaar? Wonen ze schuin tegenover elkaar? Wonen ze heel ver van elkaar vandaan? Of wonen buurman en buurman naast elkaar? Precies, ze wonen naast elkaar. En daarom zijn er eigenlijk buurman en buurman. Nou, bij buurgetallen gaat het ook om de cijfers die naast elkaar zitten. En dat ga ik je eens even laten zien. Bij bijvoorbeeld een huis. Ga je met me mee? Hey, daar zijn we weer. Kijk, hier zie je buurman en buurman. We zijn namelijk in de straat. En misschien ken je deze straat wel. Kijk, hele straat met allemaal huizen. En al die huizen hebben natuurlijk een buurman en een buurman. Nou, een buurgetal is dus eigenlijk een getal die naast het getal, bijvoorbeeld een getal, je hebt het cijfer 2. En de ene kant is dan 1 de buurman en aan de andere kant is 3 de buurman. Dus dat noem je een buurgetal. En dat ga ik je even goed laten zien en dat gaan we ook eventjes oefenen. En daarom gaan we naar eventjes naar een paar huizen. En dan gaan we eens even kijken waar buurman en buurman zijn en waar ik ben. Ga je met me mee? Kom. Kijk, hier staan we bij huis nummer 6. Zie je dat? Nummer 6. Dan gaat het over de buurgetallen. En als je eens even aan die kant kijkt, dat is dus voor het huis nummer 6, daar zie je buurman dan zitten. Zie je hem? En waar woont die buurman dan? Op welk huisnummer? Kijk, ga maar eens even kijken. Want hier zie je huisnummer 5. En daar woont deze buurman. Dus 6 en dan is buurman is hier is 5. Dat is dus het buurgetal 5 van 6. Als je dan hier kijkt, kijk, daar zit buurman ook. Zie je buurman? Hier zit buurman ook lekker te zitten. En deze buurman woont dan op nummer 7. Dus van huis nummer 6 is 5 een buurgetal en is 7 een buurgetal. Want het ene cijfer komt ervoor en het andere cijfer komt erna. Nou, zo gaan we er nog eentje doen. Ga je mee? Oké, kijk, hier staan we weer bij een huis. We staan nu bij huis nummer 10. Dan ben ik heel benieuwd of jij weet wie waar buurman daar woont. Kijk, daar zit buurman al. En waar woont buurman daar? Dus dit is huis nummer 10. En welke buurman woont dan eigenlijk voor huis nummer 10? En dan kun jij even bedenken welk getal komt er dus in de telrij, hè, op de getallenlijn voor de 10. Zullen we eens even gaan kijken? Ga je mee? Kijk, dit wist jij, want voor de 10 komt de 9. Goed gedaan. Gaan we nu eens kijken waar de andere buurman woont. Weet je die ook? Wat komt er dus na de 10? Kijk, na de 10, ja, daar woont niet de zwarte kat, maar daar woont buurman op nummer 11. Want na 10 komt in de getallenrij 11. Dat wist je goed. Hé, we doen er nog eentje buiten en daarna gaan Jovan en ik gauw weer naar binnen, want het is best wel koud. Tot zo! Wacht, mijn haar. Ja. Oh, mijn haar zat in de weg. Sorry. Ja, ik ben nu al begonnen. Gewoon doorgaan. Oké. Hey, jongens, meiden, ik sta weer bij een huis. Je kan hier het bordje al zien. 14. 14 op de getallenlijn. Kun jij dan bedenken welke buurman daar woont? Kijk, daar zit buurman. En daar zit nog meer een andere buurman. Welk getal komt in de getallij voor de 14? Weet je dat? Heel goed, ik hoor hem. We gaan even kijken of het goed is. Ik hoorde al een paar goede antwoorden. Ga je mee kijken? Kijk, hier zie je inderdaad huis nummer 13. Dus dat heb jij goed.
Hé, hey, dan hebben we ook nog 14. En wat kwam er dan ook weer na de 14? Dus waar zit de andere buurman? Zullen we nou ook even gaan kijken? Kijk, en na 14 komt natuurlijk 15. Dat wisten jullie goed. Hé, hey, in de klas gaan we er nog een paar oefeningen mee doen. Doe je mee? Zo, daar zijn we weer. Zoals je ziet heb ik hier ook 3 huizen gemaakt. En we gaan nog eens even oefenen met de buurgetallen. Ik zet zo meteen een cijfer in het middelste huis. En ik wil dan van jou weten welk getal komt er in de telrij voor dat cijfer en welke komt er na. Wat zijn dus de 2 burgergetallen? Doe je met me mee? Komt-ie aan. Ik zet hier het cijfer 5. Kun jij mij nu vertellen welk getal er voor het cijfer 5 komt? Heel goed. Het cijfer 4. En welke komt er dan na? Inderdaad, het cijfer 6. En dat zijn dus de buurgetallen van 5, 4 en 6. Goed gedaan. We doen nog een oefening. Oké. Ik heb weer een getal. Dat is het cijfer 12. Hier staat nu huisje 12. Wat zijn dan de buurgetallen van huisje 12? Kun jij me dat vertellen? Wie woont hier? Inderdaad. Nummer 11, die komt voor de 12 in de getalrij. En welke komt er na? Precies, dat is 13. En zo heb je weer 11, 12, 13. Van huis nummer 12 zijn dus de buurgetallen 11 en 13. Hartstikke knap. Oké, we doen nog een laatste opdracht. En dan mag je eens even gaan kijken op straat of je misschien wel de buurgetallen kan vinden. Ik liet ze al een beetje zien. Maar we moeten deze hebben. Die deden we net ook al hiervan, hè? Ja. Ja, daarom liggen ze ook hier. Maar ik moet deze hebben. Sorry. Nou ja, we hebben wel meer bloopers in dit filmpje, geloof ik. Ja, en mijn haar. Ja, gelukkig zit het nu weer goed natuurlijk. Hé, hey, dit is huis nummer 17. Heel goed. Dit is 17. Welk getal komt er dan voor de 17 in de getallenrij? Is dat? Juist, dat is 16. En welke komt er na? Heel goed. Dat is 18. Dus de buurgetallen van 17 zijn 16 en 18. Hey, bedankt. Leuk dat je weer keek. Doe je duim nog even omhoog. En dan zie ik je volgende week weer. Alvast een heel fijn weekend. Doei!